Lights into the stopcontact. Je groet. Hallo. Dus. Dag mensen en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn kanaal. En strik je erin of strik je niet? Ik heb geen idee. Maar voor nu hou ik het. En dan sta ik ook in de spiegel. Nice. Ik heb een mededeling. Zoals de meesten wel weten onder jullie zit ik in het vijfde en ik ben geslaagd. Yes. Ik hoef niet te blijven zitten in het vijfde. Gelukkig. Ik weet dat in Nederland de traditie is dat als mensen geslaagd zijn, dat ze de Nederlandse vlag buiten aan hun huis ophangen. En hier in België is dat totaal niet de traditie. Maar nu momenteel hangt bij ons wel de vlag buiten en ook bij heel veel andere Belgen. Aangezien wij wel in het EK zitten van voetbal. En wij misschien wel een mooie plaats kunnen halen. Of we de finale gaan bereiken, dat weet ik niet. Want België speelt zo heel afwisselend. Maar ja, we zijn goed bezig momenteel. Kwartfinale tegen Wales. Het is te hopen dat Bale geen speciale acties onderneemt. Viva la Belgica! En mensen, dit is dus de Belgische vlag, hè. Zwart, geel, rood. En ik weet niet wat de bedoeling hiervan is. Dat is een vlag van Coca-Cola en je kunt die ook zo dragen. Dat is een keer. What the fuck is hier de bedoeling van? Hey! Ja, ik maak nu eigenlijk meer reclame voor Coca-Cola, maar dat boeit niet. We maken reclame voor wie we willen. En dus hopelijk winnen België tegen Wales vrijdag, want dan ben ik gelukkig. Anders niet. Nee, anders niet. Dus mensen, zoals ik in het begin van de video al zei, ben ik geslaagd. Ik zit dus in het vijfde, of ja, zat, aangezien ik nu door ben. Het vijfde is gewoon een van de moeilijkste jaren in het secundair onderwijs. En daarom was ik gewoon een beetje schrik van om misschien het jaar opnieuw te doen. Want ik doe wetenschappen wiskunde, dat is met 6 uur wiskunde. En als ik dan buis op wiskunde, dat wil zeggen dat ik dan ook gewoon het hele jaar opnieuw moet doen. Ja, die kans is heel groot. Omdat je maar maximum op 6 uur in totaal van vakken mag buizen. En 6 uur wiskunde, ja, dan ben je redelijk gefuckt als je daar buist. En dat is helemaal niet leuk. Wauw, wat een stemwisseling. Nee, dat zou totaal niet leuk geweest zijn, want dan zit iedereen van je vrienden in het zesde. Die hebben al die dingen van Chrysostomos en andere toestanden om te organiseren. En jij zit daar nog in het vijfde. Enige deelneming voor de mensen die moeten blijven zitten dit jaar. Het is niet dat ik your feelings kan understanden, but het komt wel goed met jullie. I hope so. Yes, we can. Ik ben ook niet de slimste van mijn klas, absoluut niet. Ik haal niet overdreven hoge punten, ook niet overdreven lage punten. Dat mag ik ook niet zeggen, want ik heb redelijk gewone normale punten. Maar ik wil hier niet komen opscheppen van ja, joepie, ik ben lekker slim, ik doe ASO. Nee, dat is niet mijn bedoeling. Ik heb allemaal respect voor mensen. En ja, iedereen heeft zijn eigen talenten, zijn eigen kwaliteiten, waar hij goed in is. En dat moet je ook zo volgen in de wereld. Nu ik hier toch over bezig ben, denk ik terug aan een video van Morgan Eiletten. Zij heeft een video gemaakt over dat veel mensen vaak neerkijken op BSO. Dus als jullie die video willen zien, dan moet je zeker gaan bekijken, want het is een leerrijke video. Maar ik ben dus blij dat ik door ben. Ik had een uur te laat gekregen van de school, want ja, typisch, de school die houdt zich nooit aan de afspraken. Maar als wij ons niet aan de afspraken houden, dan is het weer oei 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 oei. Kutschool. En dit zijn al mijn schoolboeken. Heel veel boeken. Die boeken zijn altijd zo mega zwaar. Ik weet niet waarom die zo zwaar zijn. Ik hoop niet dat ze eruit vallen. Vorig jaar heb ik mijn boeken aan de school afgegeven. En eigenlijk moest ik die dit jaar terughalen. Maar ik dacht van, fok de school. Laat ze maar lekker daar. Dat ze er maar mee doen wat ze willen. Want ik hoef mijn boeken niet meer. Ja, nu sta ik hier mooi met 5 kilo boeken of hoeveel het ook is. Ja, ik kon het niet laten, maar het zijn nog andere boeken van mij van school. Maar dat je dat allemaal geleerd hebt, dan is het best wel heftig. Want dat is fucking veel, man. Holy shit, zit vol met stof. Dat was niet je plan. En ik doe wetenschappen, dus ik heb biologie. En dan had ik dit boek gekregen. Ik heb het nog eens gekregen. En dan heb ik het nog eens gekregen. Gewoon 3 keer hetzelfde boek. Ik weet niet welke mensen zo dom zijn om 3 keer hetzelfde boek in een doos te steken. Maar dat... Doe je best op school, alsjeblieft. Oké, dat is leuk om... dat is nergens leuk voor een vak. Dus veel heb ik ook niet te vertellen in deze video. Dat ik geslaagd ben, dat ik naar het zesde ga. En dan zie ik wel wat ik doe met mijn leven. En soms schatten mensen mij ouder dan dat ik werkelijk ben. Momenteel ben ik 17. Ja, ik ga naar het 6 en volgend jaar in het 6 word ik 18. Ik heb wel in de crash heb ik wel iets te lang gezeten. En daardoor heb ik dus wel weer de eerste klas mogen overslaan. Het is cool om te vertellen dat ik een jaar te lang in de crash heb gezeten, maar de eerste kleuterklas heb overgeslagen. Fuck logic, maar... Dat is dus mijn leven. Een beetje apart, een beetje uniek. Een beetje zoals niemand het ooit al heeft meegemaakt. Fuck al dat, wat is het? En mensen, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Was weer even een korte praatvideo, zoiets. Ja, praatvideo, vlogachtig, kutvideo ding. En dan zie ik jullie terug in mijn volgende video. Ja!